Mitchell Paulussen, ik denk dat je nog nooit zoveel foto's hebt hoeven maken. Ze vieren hier achter je, vieren de supporters nog feest. Ja, dit is toch ongekend. Ja, het is een fantastische middag, denk ik. We beginnen goed en je merkt gelijk dat we er goed in zitten en we groeien als team in de pot. Ja, en, ja, je wilt zo graag van een topploeg winnen. We waren vorig jaar een paar keer dichtbij, AZ waren we dichtbij. Maar ja, het is onbeschrijfelijk echt, denk maar. Ik weet nog niet echt precies hoe deze pot is gegaan. Het is niet normaal. Naast jou had ik er nog 10 kunnen vragen voor een interview. Maar ik vraag jou, want ik vond jou, ja, dit was misschien wel jouw beste wedstrijd ooit voor Cambuur, of niet? Ja, bedankt. Maar ja, ik denk het wel. Ja, wat ik zei net, je merkte gewoon dat hun ons tijd gaven aan de bal. Op het middenveld ook, voorin zelfs. Dus ja, ik denk dat we daar goed gebruik van hebben gemaakt. Telkens als we de bal onderschepten, dan vlogen we eruit met de buitenspelers. En ja, het veld werd gewoon lang, waardoor wij gewoon goed konden voetballen. Tussen de linies, we kregen ruimte. En, ja, ik ben gewoon blij dat het ook eruit komt, weet je. Omdat we 4 keer hebben verloren. Maar ja, als je het even in allemaal nagaat, dan heb je niet echt 4 keer verloren. Met de rode kaarten, met Ajax uit, noem maar op. En ja, ik ben gewoon ook blij, ja, voor het team, weet je. We hadden de punt ook nodig. Je wilt daar niet onderin staan als je naar die ranglijst kijkt. En je ziet Cambuur plek 17, dat weet je niet. En ja, ik ben gewoon echt blij. Ja, ik denk dat we vandaag zeer trots kunnen zijn. Niet alleen op de 3-0 overwinning, maar ook op het vertoonde spel. Was echt bij Vlagen was het heel goed. Het was goed, maar bij Vlagen was het heel goed. En als je dan ziet ook hoe je speelt, met wat voor een intentie, wat voor een moment die ook vrijkomt en doelpunten, ja, is dat wel heel mooi om te zien. Je zei vooraf al dat je natuurlijk vol vertrouwen was, maar dat het er dan ook uitkomt en dat het een dik verdiende overwinning is, ja, dat had je denk ik ook niet gedaan. Ja, kijk, het mooie is, ik zei het gisteren ook, kijk, we hebben een bepaald plan. En je traint ergens op en dan is het extra leuk als je dus dingen die je traint ook terug ziet komen in de wedstrijd. En ik zei het gisteren ook al, we hadden heel veel vertrouwen. We hebben een goede week gehad, week ervoor ook gewoon goed getraind, goede wedstrijd gehad tegen Almere. Dus dan merk je wel van, oké, er zit wel heel veel vertrouwen in de ploeg. En weet je, dat vertrouwen kan ook in één keer zo weg zijn natuurlijk. Maar het gevoel was goed. Ja, en dat resulteerde vandaag in een hele mooie wedstrijd. Ja. En toch had je ook nog wel wat tegenslag in de groep, waardoor je nog aan het einde nog even wat moest puzzelen. Vind je het knap dat ze er dan zo staan? Ja, dat is extra knap. En zeker ook, we hadden vandaag zelfs ook nog een paar halve erbij. Marco Tol, die voor de wedstrijd nog aan het overgeven is. In de rust nog aan het overgeven is. En toch, zeg maar, doorgaat en onverzettelijk is. En dat is echt karakter. Daniel van Kaam, die dus eigenlijk niet zou spelen, maar die dan toch gisteravond nog gebeld moet worden, want Robin Moulin is geblesseerd. En als je het dan zo invult, nou goed, nu noem ik er 2, maar ik kan er wel 18 noemen. Jongens op de bank ook, die ook meedenken. Jongens in het veld die zeggen, weet je, het pijpje is nu leeg, ik moet eruit. Weet je, dat zijn mooie dingen. En die tijd waar je het over had, die ze jullie gunden, die gunden jullie hun niet, hè? Want de sleutel die lag eigenlijk ook wel op middenveld, maar jullie zaten overal bovenop. Ja, we gaven ze gewoon geen ruimte om te voetballen. Tuurlijk moet je soms terug, maar dat deden we ook gecontroleerd, weet je wel. We gewoon goed inzakken en aan de mensen aan de bal laten die je aan de bal wilt hebben. En niet de creatieve jongens, daar zaten we gewoon goed code op, denk ik. En ja, je krijgt gewoon vleugels naarmate zo'n wedstrijd vordert. En je wordt niet moe en je kunt blijven gaan. En ja, en dan gaan hun zich irriteren en ja, gewoon, dan zie je gewoon dat het 3-0 wordt, weet je wel. En we gaan gewoon voor de 4e en ja, dat is echt mooi om te zien. 3 goals mogen 4 uiteindelijk. Wat ging er door je heen bij je eigen goal? Ja, zoveel. De jongens zeggen altijd, schiet nou. En ja, ik zeg altijd tegen die gasten van, ja, ik schiet alleen als ik weet dat ik ga scoren. Dus ja, deze kwam zo goed voor mijn rechter dat ik hem schoot. En ja, toen ging hij erin. En dan, ja, je weet gewoon dat de 2-0 ook belangrijk is tegen deze ploeg. Want ze kunnen uit het niets gewoon scoren. Dus ja. En toen zag je na die 2-0 dat we weer vleugels kregen en nog zelfs 3-0 maken. Dus ja, ik denk echt een fantastische middag. Dat dit wel een boost geeft, dat is wel een feit. En hier moeten we wel mee verder. Hè. Als je dit kan brengen tegen PSV, ja, dan kan je het eigenlijk tegen iedere ploeg zou je kunnen moeten brengen.